Ja, ik denk dat het goed is. Had je handje boven de tafel dat je niet op je kleren moest. Hè? Ja, je mag je fles al inwrijven dat die al vol lijm is. Met die zwarte stift niet op mijn tafel, alsjeblieft. Kijk, ik heb al een gaatje gemaakt voor uw duim straks. Daar gaan we beginnen. Oh, oh. Mag ik? Ja, dat is goed. Dat is voor alleen op de buitenkant van uw dokterstas, hè? Nee, niet voor echt, hè. Kijk, Sophia. Jij moet het zo open doen. En dan duwen en wrijven. Open doen, open doen. En dan duwen en wrijven. En ik zal draaien, oké? Okay? Open doen, hè, want het is al op een bolletje. Ja. Ben jij klaar? Alsjeblieft, werk voort. Schrijf die naampjes daarop dat het gedaan is. Zie je? Ja, zeer goed. Laat u niet foppen, hè? Ja, open doen. Mag ik eens piepen? Doe de tas eens open. Ja, je moet nog een paar woordjes schrijven. Kon hij dan niet, maar hij moet een beetje proberen, hè? Als hij probeert, dan zal het wel lukken. Neem eens een kort woordje om te schrijven. Ja, dat is een kort woordje. Maar heeft hij dat? Ah ja, dat heeft hij al opgeschreven. Ja, een pincet. Dat is maar 6 lettertjes. Ben je klaar, dokter Jolien? Mag ik eens in uw dokterstas piepen? Oh, bij de thermometer moet je nog het woordje thermometer schrijven. Dat is die, dat blauw prentje. En Alison, heb jij al uw plaster komen maken? Ja. Allee, Safwan, ben je bijna klaar? Dan kan jij uw plaster ook komen maken. Moet je dan ook denken van één tas? Open doen, hè. Open doen, hè. Doktertas in mijn tas, maar dat is van speelgoed. Een speelgoed, dokterstas. Ja, dat is twee. En nu een papieren, dokterstas. Ja, je mag terug naar omhoog gaan op uw plaster. En wrijven. Dus ik heb een echte dokterstas. En wrijven. Ja, wrijf, wrijf, wrijf. Ja, want mijn mama werkt. Ja, en dan gaan we dat zo doen. Maar niet met die stift. Die stift is alleen om het woordje dokter op de buitenkant te schrijven. Want als je met die stift op mijn tafel schrijft, krijg ik het er nooit meer af. Ben je klaar? Ja, handjes wassen. De kraan niet open doen, Sophia. Er is water in de wastafel. Ik was een beetje op de film, want ik was aangekomen. Mag ik eens kijken in de dokterstas? Zeer goed. Alleen nog het woordje pincet moet je nog opschrijven. Oma en mijn mama zijn altijd dokter. Is het waar? Oma voor de baby zijn liefde. Oh la la. Voor de mensen. Ja, kom maar bij mij. Ja, mouwen omhoog. Waarvoor is dat verbandje? Heb je verbrand? Heb je pijn? Ja, maar we gaan er geen lijm proberen op te doen. Hè? Heb ik u niet gefopt? Mag ik je stellen? Staat je naam op je blad? Ja, leg maar op mijn bureautje. Ja. Dan ben je heel slim. En hier is jouw flesje al. Die van Sophia mag opzij. Als je wil mag je recht staan ook, hè. Zijn uw printjes uitgeknipt? Heb je ze al op dat blad gelijmd? Ah, doe dat dan. Waarom sta jij hier met je doosje? Hup, hup. Aan de slag. Heb ik u gefopt? Nee. Zeer goed. Leg maar op mijn bureau. Die mogen in de papiermand. Dan mag je ook uw doos opruimen, Yassine. En dan mag jij ook na Adam uw plaster komen maken. Moet ik aan mijn doos?
Ja, pas op met het symbooltje naar de andere kant alsjeblieft. Ja, het is heel goed. Handjes boven de tafel houden. Dat je niet op je kleren smost. Ja. Joep. En ik heb hier Ella. Ella. Joep, wat is een plaatster? Wat is een plaatster? Dat heb ik u toch geleerd? Wat doet de dokter als je uw arm of uw been gebroken hebt? Een gips daarom doen of een plaaster, dat is een ander woord. In ons taaltje hebben wij heel veel woorden die soms hetzelfde willen zeggen. Kijk Adam, jij gaat altijd open doen, zo open, want nu is alles op een bolletje. En dan gaan we wrijven en juf gaat draaien aan uw flesje. Juf, als we zeggen iets in een taal, dan is er ook een ander taal bij, zoals Frans. Dat kan gebeuren, ja. Eén keer was ik naar Disneyland geweest en daar leerde mijn papa Frans spreken. Ah ja, want dat is in Parijs. En Parijs is in Frankrijk. Ik weet niet iets moet zeggen. Mijn oma die woont in Frankrijk en ik moest daar gaan bij haar slapen. Ja? Nona. Gaan logeren bij uw nona. Ja. Nou, niet in de kloof op Adam zijn In de kring, op het tafeltje. Wil jij aan hem een beetje helpen? Aan wie? Aan El Shaddai? Ja, dat wil jij. Leg dat op mijn broodje. Alsjeblieft. Ja, jij bent klaar met alles. Ja, zeer goed. Maar we gaan bijna onze boterhammen eten. Wil er iemand aan hem helpen, alsjeblieft? Hoeveel pilletjes staan er op dat papiertje? Moet ik hem helpen? Maar laat hem goed tellen, hè? Oké? Zeer goed. Amai, kijk eens wat een chique plaatster. Neem maar uw potje als je het nodig hebt. Alsjeblieft. Dat zal wel zijn. Als je je best hebt gedaan, is het sowieso mooi. Niet gemakkelijk, hè? Met die lijm, dat is zo'n beetje glibberig. Ik vond dat ook niet makkelijk. Maar ik kon dat wel. Laat hem tellen, hè? Sofia, het wordt op buiten gedaan. Oh, nee. Allee, voor wat? Ik vind dat niet leuk, hoor. Nee, echt niet leuk. Wat? Ja, straks gaat je nog meer lijm aan je handen hebben, hoor. Voilà, handjes wassen. Er is toch nog water in de pombak nu. Ja, de kraan niet openmaken, Adam. Je mag de kraan gewoon toelaten en je handjes wassen in het water dat daar is. Wacht, is het nog niet klaar? Ja? Mijn nagel is al een beetje. Maar hij heeft toch zelf zijn schijf. Mag ik eens piepen? Ik kan niet. Deze naam doen. Welke deze, naam? Deze. Nico! Ah, van de otoscoop. Ja. Dat is een moeilijke, hè? Ja. Maar heel goed dat je probeert. Dikke duim daarvoor. Yassine, kom maar. Mouwen omhoog. En dan maken een boog. Joep. Maak het stukje stof maar helemaal nat. Dat er veel lijm aan hangt. Maar niet op je kleren morsen, hè. Wauw. Hé, dat is helemaal... Dat is kei vies. Dat is van wie dan? Van mij. Kijk, Yassine.